vandaag zaterdag. Er is al eventjes gepasseerd, maar ja, zoals altijd ben ik weer vergeten te vloggen. En nu gaan we hier iets aan doen. Het liefst zou ik het gewoon laten staan, maar dat mag niet. Dus gaan we het wegbranden met dit ding. Dit is, ja, een brandertje. Speciaal gemaakt voor onkruid. Ik heb trouwens echt geen idee hoe dat werkt. Op dit moment doet dat nog heel weinig met dat plantje. Dus ik weet niet wat dat de bedoeling is. Het doet wel iets, maar... Klopt het? Hoe werkt het? Moet dat bewegen? Hoe gaat het? Best wel een vreemd situatie als je het mij vraagt. Helemaal niet productief of actief vandaag. We gaan daar nu verandering brengen, want ik ga mij omkleden om dan een toertje te gaan fietsen. Net de eerste training van Iedereen op Flandria van het Nieuwsblad voltooid. En nu is het tijd voor een kleine recovery stretch. En er is daar een app voor, dus we gaan deze even testen. Het is een app die samenwerkt met Strava. Dus dat moet wel goed komen, hè. Eerst nog even aanmelden, geboortedatum, bla bla bla. Goedemorgen, we zijn vandaag zondag. Ik heb straks afgesproken om met een vriendin naar de rommelmarkt te gaan. Maar eerst ga ik nog een beetje onkruid hieden aan mijn stoep. Net naar de rommelmarkt geweest, daarna even gesproken met een vriendin. Dan terug naar de rommelmarkt geweest om eventjes met mijn ouders, mijn mama te zien, mijn zus en haar kindje. En nu is het 2:10 en moet ik nog eten. Het is plaatsgemaakt en nu gaan we plantjes erin zetten. Hè. Het is wel makkelijk geweest dat ik ook het eerste schopje had verzameld. Ik hoop gewoon dat het niet te laat gaat zijn voor de plantjes, want ik heb wel echt veel te lang gewacht om ze buiten te zetten. Ik ga even laten zien wat ik heb gedaan in de tuin. Ik ga niet kunnen spreken ondertussen, want het is echt mega veel wind. Puzzeltijd! Het kader is gemaakt. En ondertussen ben ik aan het kijken naar oude afleveringen van thuis. Ik heb haar afgewerkt. Ik noem haar Tangled, maar ik weet dat dat gewoon de naam is van haar film. Ik weet niet hoe dat ze echt noemt. Hier heb je Erik en Ariel. Aladdin en Jasmin. De goede veemama. Hier al een deel van Bambi. En van Pluisje, denk ik, en Stamper. Oh, we zijn vandaag maandag. Ik ga nu vertrekken naar mijn voedingsconsulent, want ik heb om 9 uur een afspraak. En het is nu 9:17 en het is nog een 11-12 minuutjes fietsen. Ik ben afgestudeerd, want ik zat daar in een traject en nu is dat traject afgelopen. We gaan je zien in mijn R-punten. Mijn vetmassa is 6 kilo gedaald sinds ik ben begonnen. Ik ben begonnen in december. Het was op een bepaald moment wel 8 kilo gedaald, maar er zijn een paar bijgekomen. Een beetje meer vetjes nu.
Puzzle Progress. De meeste Disney karakters zijn eigenlijk al redelijk goed gevorderd. Er klopt nog iets niet aan die bovenkant. Hier Jasmine en Aladdin, Assepoester, de Fairy Godmother, Dumbo, Stamper, Bambi, Stinkertje denk ik, Belle, het Beest, Rapunzel, Prins, de Leeuwenkoning, Nala en Simba. Aangezien ik vaak pakjes hergebruik, zien de pakjes van mijn webshop er niet altijd even mooi uit. Maar dat zorgt wel voor het duurzame gehalte. Plus voor de herkenbaarheid zorg ik ook altijd voor een leuke fugue sticker die nu super ontscherp in beeld komt. Voilà. Zoals je straks gaat kunnen zien, hebben we het zeil van mijn zeil moeten wegdoen, want het was echt gescheurd en aan het wegwaaien. Het frame staat er wel nog, maar gaat ook opgeruimd moeten worden. Het is nu echt mega hard aan het waaien trouwens. Daarom heb ik mijn zwemsaucis, ja ik weet het eigenlijk niet, noedel, poolnoedel, eruit gehaald. Ah, hij zit natuurlijk ook aan het wegwaaien. Helemaal uitgewaaid. Goedemorgen, we zijn dinsdag. Ik had gisteren gepland om echt nog super lang te lezen. Maar toen kreeg ik het nieuws dat mijn neefje is geboren. Dus heb ik niet veel gelezen, maar gewoon vooral chat met de familie. En nu zit ik nog in mijn pyjama, omdat ik van plan ben om te gaan fietsen. Dus ik wacht dan even tot na mijn ontbijt om mijn fietskleding aan te doen. En dat ga ik zo meteen doen. Eerst nog iets doorsturen naar mijn leerkracht, zodat zij dan nog kan checken als het kan vandaag. En dan, ik heb geen zin om zo in de buurt te fietsen, dus ik dacht ik ga met mijn fiets naar Veerden rijden en van daaruit een tour te doen. Het zit een wimper verkeerd en daarom ben ik dus schitterend in mijn ogen aan het wrijven. Ik ben terug thuis, wel een stuk later dan verwacht, want ik ben twee keer platgevallen. Ik stapte nog maar net uit mijn auto, ik had mijn fiets eruit gehaald en ik was vertrokken met mijn kortschoenen en al. En mijn band was plat, ik merkte dat mijn band plat was. En ik was even aan het kijken, een beetje aan het vloeken ook. En ik was aan het kijken naar mijn gsm, waar dat er een fietsmaker was. En dat er een meneer kwam van, ben je plat? Ik heb wel een fietspomp in mijn fietszak. Die meneer heeft toen mijn band opgeblazen. En ik dacht, that's it, dat is het. En toen heb ik ongeveer 45 minuten gereden. En steeds had ik het gevoel dat er iets mis was met mijn band. Maar ik heb een paar keer gevoeld en die was niet plat. Dus ik snapte het niet. Totdat ik aankwam in Nieuwpoort. Toen voelde ik nog een keer aan mijn band en was hij wel echt plat. Ben ik naar een fietsenmaker gegaan. Die was een beetje onvriendelijk. En die zei, ja, ik kan pas binnen een uur klaar zijn. En ik dacht, ja, wat moet ik in godsnaam een uur in Nieuwpoort doen? Ik was aan het wandelen op koersschoenen. En dat is super onhandig om mee te wandelen. Wie fietst met klikpedalen gaat dat wel weten. Dus dacht ik, ja, laat maar, ik ga wel naar een andere fietsenmaker. Ben dan naar een andere fietsenmaker geweest. Die was wel vriendelijker, maar die zei ook pas, ja, binnen een uur pas kan je fiets klaar zijn, want we hebben superveel werk. En ik had zoiets in mezelf, ja, een band vervangen, dat duurt geen uur. We vinden wel iemand die dat sneller doet. Dus ik ben gaan rondwandelen in Nieuwpoort, met de intentie om aan deuren aan te vallen, maar ik was in winkelstraten een paar fietsers aangesproken die geen fietspomp bij hadden, want ik had zelf wel een reserveband. En toen kwam ik uiteindelijk aan bij een kerkachtig gebouw. Ik weet niet of dat effectief nog een kerk was of niet.
En daar waren de mensen van de gemeente aan het werk. Ik zeg, heb je een fietspomp? Die mensen zeggen, nee, maar kijk, daar stond er zo'n fietspomp van de stad. En ik zeg, kan je toevallig een band wisselen? Want ik heb een band mee, maar mijn band is plat. Want ik dacht dat er een gat zat in mijn binnenband. Die meneer was super vriendelijk en heeft mijn band vervangen. Dus mijn binnenband gewisseld. En die zei, er is iets mis mee, want volgens mij is jouw buitenband... is er iets met mijn buitenband? En ik dacht, oh nee. Wat bleek, mijn buitenband was dus plat. Dus ik weer naar die laatste fietsmaker, die wel een beetje vriendelijk was tegen mij. Ja, mijn fiets afgedropt. Want ja, zonder buitenband kan ik natuurlijk niet verder fietsen. Even een half uur op een bank gaan wachten. Of ja, even een half uur, 40 minuten of zoiets. Toen kreeg ik gelukkig wel een berichtje dat hij klaar was. Een beetje vroeger dan normaal. En was mijn band gefixt. En dan heb ik nog langs het prachtige zeetje gereden. Dat was wel, dat heeft de fietsrit wel goed gemaakt. Maar ik heb het gevoel dat mijn zonnecrème een beetje was uitgewerkt tegen dan. Want ik heb, ja, ik weet niet. Oftewel is het nog mijn rood gezicht van het fietsen. Oftewel is het verband. En nu ben ik thuis en nu ga ik eten. Want ik sterf van de honger. De oorzaak van mijn platte buitenband was trouwens dat mijn remmen verkeerd waren afgesteld, waardoor dat mijn remmen gewoon heel de tijd drukten op mijn band. En daardoor zat er een gat in. Het is 3:10, ik heb gegeten. Nu ga ik me omkleden, een pakje maken, want ik ga straks naar mijn neefje. En als ik nog tijd heb, ga ik nog iets anders doen aan de computer voor het zomerkamp van Jong Groen, die donderdag start. Vandaag staat er een nuchtere training op de planning. Dat betekent dat ik niet mag eten 6 uur voor de training. Dus dat is het handigste als ik deze nu 's morgens doe. En niet een uur na de training. Dit blijkbaar om maximale vetverbranding te behalen. Maar dat is echt zo tegen mijn mond. Want ik ben echt een ontbijter. Voor mij lang verwacht ontbijt. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. Het is nu 5:10. Ik ben terug thuis. Om 6:30, 6:45 moet ik vertrekken naar het zwembad. Dus ik denk dat ik best nu al mijn eten maak, zodat dat niet te veel op mijn maag ligt straks. Ik heb hier mij gesneden ofzo. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik ben nog niet volledig volwassen, want altijd als ik alcoholstift gebruik, hangt de helft van mijn hand ook vol met alcoholstift. Het is gewoon een alcoholstift. Ik heb net een mail gehad dat ik mag meedoen aan de voorverkoop van de Taylor Swift tickets in Hamburg, in Duitsland. Ik sta op de wachtlijst in Nederland en Frankrijk. En nu hier iets aan doen. Ik sta naar buiten gaan. Kleine update, ik mag meedoen aan de voorverkoop voor Duitsland en voor Nederland. Voor Lyon en Parijs sta ik op de wachtlijst. Mijn zus mag meedoen voor Lyon, maar niet voor Amsterdam. Mijn mama mag meedoen voor Amsterdam. Dus ik hoop dat we tickets scoren. Nu gaan we gaan zwemmen. Hey, hier spreekt Fobe uit de edit. Ik merkte dat er eigenlijk geen deftig einde was aan de vlog. Dus bij deze bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En als je wil dat ik een nieuwe vlogcamera koop, sponsor me alsjeblieft. Want ik elke keer als ik mijn video's edit, denk ik, wat een kwaliteit.